André Hazes Jr. is weer eens flink aandacht aan het zoeken. Hij staat momenteel op Videoland met een vijfdelige serie waarin hij uitgebreid koketteert met al zijn verslavingen en psychische problemen. Crossroads, zoals de serie heet, is gemaakt door de Vlaamse mevrouw Cheru Mampai. Zij is ook meermaals met hem meegegaan op reis. Tijdens een van die reisjes zou Cheru naar de hotelkamer van André zijn gegaan om aan zijn hulp te trekken. Althans, dat beweert Yvonne Koldewijer, die een indrukwekkend trackrecord heeft op het gebied van Hazes-gerelateerde zaken. Het zou natuurlijk niemand verbazen, te meer omdat Cheru zich nu als een soort hazes gedraagt. Eva Jinek geniet van al die juice en daarom vroeg ze Cheru er gisteren direct naar in haar talkshow op RTL4. Ik schrok wel toen ik het las. Ik moet eerlijk zeggen dat het me heel weinig deed. Ik weet zelf wat waar is en André weet wat waar is. Eigenlijk wat iemand anders zegt boeit me niet zo heel veel. Maar ik schrok er wel van. André wacht van juice zoals die van Yvonne, en daar sluit Cheru zich gretig bij aan. Ik denk wel dat ik hem daardoor wel beter ben gaan begrijpen. Het is wel wat hoor, die social media en ik ga ze toch noemen de juice channels. Maar ook kranten, de gewone kranten, die die dingen overnemen. De media leggen volgens haar een vreselijke druk op André. Ook al zeg je dat het je niets doet, dat zeg ik nu ook. Als het opstapelt en opstapelt, dan doet het je in the end toch wel iets, denk ik. Het is allemaal puur vriendschappelijk, meent Cheru. Als je iemand voor langere tijd volgt, krijg je een band. Ik zie hem ook wel echt als vriend. En waarom heeft ze de hazesdoku Doku juist nu afgesloten, aangezien er daardoor een open einde is? Hij was bijna een jaar clean, het gaat supergoed met hem, dus dan voelt het wel van: nu moet je een soort afronden.